MVV en FC Den Bosch. Dat zijn geen hoogvliegers in de keukenkampioendivisie. Dus een goede voorzet. En dat moet hem dan eigenlijk zijn voor Reemans. Redding, Ojerzinski. Een goede combinatie. Is hier de volgende kans in de maak. Het wordt uiteindelijk een schot in de korte hoek. Dat mislukt. Van centrale verdediger Nieling. Uitstekende paas. Want nu valt Matthijs de bal niet aan. Is de kans groot? Is dit een overtreding? Jazeker, penalty voor FC Den Bosch. En dan wordt het denk ik ook een rode kaart. Zo is het. Rode kaart. Komt er een strafschop voor Den Bosch en is er direct rood. Kasper Kostors. En de redding is daar van Matthijs. Die nu door al zijn ploeggenoten wordt geknuffeld. Belabberd ingeschoten door Kostors. Het is druk voor de neus van Romain Matthijs. Van Grunsven. Laat ook hier weer zien dat hij echt heel vaardig is met de bal. Goede voorzet, kopkans. Kostors. De hoekschop van Smeets. Hier nog Aktas. Twijfel bij Ojerzinski. Reemans met het schot en die zit erin ook. MVV staat op voorsprong. Na de inschattingsfout. Het weifelende optreden van Ojerzinski. En dan wordt hij binnengeschoten. Niet eens echt geweldig geraakt, maar wel goed geplaatst. Het is klaar in de Geuselt. En daar wint MVV in ondertal heel knap met 1-0 van FC Den Bosch.